We staan nu bij de Struisvogelfarm in Oudshoorn. En daar is een safari waar we niet aan deelnemen. We hebben net in Oudshoorn koffie gedronken bij Wimpy. En dat hebben wij na een lange rit uit Knijsna, waren we daar wel aan toe. Daar hebben we heerlijk koffie gedronken, lekker lang in een koele ruimte gezeten. En wij wisten niet dat deze mooie locatie hier was, waar je veel leuker koffie kon drinken, gezellig buiten. En waar je dus deel kan nemen aan de safari-tocht. Maar helaas, die safari-tocht duurde 3 kwartier. Antje en Karin die staan voor de opening, of voor de hekjes. Karin die gaat stiekem. Stil. Kruisel het hek toe om een paar foto's van de mooie beestjes te nemen. Ik film wel even mee. Maar we gaan het toch dus niet maken. Want het kost gewoon veel te veel tijd en dat hebben we niet. We moeten nog naar Ladysmith. En hey, struisvogeltje. Wat ben jij knap? Ben jij een lady struisvogel? Of een mannetje struisvogel? Dat moet jij kunnen zien. Weet jij het? Ja. Antje? Nee, hè? Nou, ik geloof dat ik ook maar even onder het hek door ga. Net als Karin. Ja, hier kan ik wel onder het hek door. Geloof ik. Even proberen of dat lukt. Hier kun je door. Oh, er is een poortje zelfs, Antje. Wat super. Oké. Okay. Dan kan ik ook even dichterbij ze komen. Ja. Zo. Zo, voor je eigen veiligheid moet je niet het struisvogelkamp te dicht benaderen. Nou, dat zullen we ook niet doen. Maar een klein beetje verder om deze jongens te... Goh, wat zijn jullie trouwens wel mooi. Struisvogeltjes. Komen jullie naar mij toe? Ik ga een beetje terug, want straks gaat hij mij aanvallen. Hij komt al op mij af. Hij gaat zijn snavel al, steekt hij al bij me heen. Hé, hey, struisvogeltje. Hallo. Struisvogel. Wel een beetje op veilige afstand blijven. Want je weet het maar nooit met zo'n beest. Ik loop gewoon wat met hem mee. Hé, struisvogeltje. Gaan we naar de andere maatjes toe van jou. Je hebt een beetje een ander kleurtje, hè? Eten kennelijk ook hooi. Hé jongens? Kleine poepies, niet te dicht bij mij komen, want daar houden we niet van. En van die veertjes van jullie gaan we straks even een plumootje kopen. Vergeet je. Ja, hè? Oh, daar komt hij op mij af. Ik ga maar iets naar achteren, niet te dicht. Niet te dicht. Oh.
kennelijk begint de excursie. Oké, ik stop nu maar. Dag struisvogeltjes. Ah, daar komt een hele mooie struisvogel aanlopen. Heel gracieus. Een hele zwarte outfit. Ja, dat is een mooie. Oh, die heeft praatjes. Oh, nou hebben ze allemaal praatjes. Ze worden kennelijk een beetje opgejaagd. Door de oppasser van Safari. Durf je daar dichtbij te komen? Okay, you can come inside, please. Wat zit hij daar te doen? Heel raar met zijn vleugels. Ja, dat is een beetje angstig, sorry. Hé, struisvogeltje, waarom doe je zo raar met de vleugeltjes, hè? Hallo!